Breda Nu. Je weet het meteen. De gemeente van Breda is van plan om drones in te gaan zetten om de criminaliteit in de stad tegen te gaan. Onder andere voor de wietteelt. Maar is dat geen inbreuk voor onze privacy? Dat is vandaag de straatvraag. Nou, tot nu toe heb ik daar nog niks van gemerkt, maar het zou natuurlijk komen, kunnen komen, dat weet ik niet. Dat ligt eraan waar ze voor gebruikt worden. Ja, ze worden gebruikt om de criminaliteit in Breda te verminderen. Dus voor de criminaliteit voor wietteelt onder andere, dat ze daar... Gewoon gebruiken, ja. Daar mogen ze voor gebruikt worden. Ja, een stukje veiligheid gaat boven alles. Tuurlijk doet het inbreuk op je privacy, maar ik denk dat het gewoon noodzakelijk is. En dan weet ik niet hoe Breda in elkaar steekt. Maar in andere steden heb je toch wel eens wat geweld en dat soort dingen. Nou, je kunt er een hoop mee oplossen. Hè? En als ze straks allemaal rond gaan vliegen, zijn er dan dingen die, zeg maar, die drugs niet van u mogen zien? Wij hebben niks te verbergen. Nee, wij hebben niks te verbergen. En als we wat te verbergen hebben, het is allemaal privé. Hè? Dat doen we tussen vier muren bij onszelf. En nee, op straat hebben we daar niet zoveel last van. Hè? Ja, dat is geen probleem. Nee, niet per se. Nee. En als ze straks rondvliegen, zijn er dan dingen waarvan je denkt van ja, dat zien ze dan van mij, dat vind ik niet zo leuk. Als ze alleen op straat filmen, zou ik daar geen probleem mee hebben, nee. Zeg maar bekijkt vanuit de criminaliteit of vanuit veiligheid, dat ze dat wel mogen gebruiken binnen de stad of binnen een regio. Maar als het zeg maar, het gaat toespitsen op huiskamers of achtertuinen of Wat meer privé, ja, dan zou ik er wel meer bezwaar tegen hebben dan. Ik denk als je gewoon onschuldig bent, ja, dan maakt het voor mij niet uit of die drones hier vliegen, weet je wel. Ja, als je niks gedaan hebt. Ik denk ook dat als die beelden gewoon alleen voor dat onderzoek zijn. Ja, je weet zelf niet ook dat ze jou filmen. Ja, je weet uiteindelijk wel dat ze jou filmen, maar ze weten dat ze toch voor een goed ding doen. Dus jullie willen iets met drones doen? Voor misdadigers? De gemeente. Nou, dan moeten ze het vooral bij mij in de Q-park doen. Want daar stelen ze de auto's, ze rijden de spiegels eraf, ze halen de wielen weg. Noem maar op, lampen zijn al gestolen. Het is een bende. Een vieze, vieze bende. Hoe heet die trouwens? Q-park. We gaan het noteren. Markendaalseweg. Want u vindt dat verder geen inbreuk op uw privacy? Stel, ze gaan het allemaal doen en zo, ze gaan rondvliegen. Nee hoor, waarom? Ik heb toch geen privacy meer? Jullie weten alles van me. Mm-hmm. Dus ik hoef geen angst te hebben over privacy. Ik doe niks verkeerd, dus doe het maar lekker. Hang ze maar in de lucht. Maar vooral ook in de garage. Breda Nu. Je weet het meteen.